Roxane Kneteman heeft spijt van haar stem op de VVD en is met name teleurgesteld in VVD-voorvrouw Dylan Jezilgos. Ze uit haar walging en vraagt zich af of ze haar stem heeft gegeven aan een kleuter. De afkeer van Roxane komt voort uit Jezilgos' gedrag tijdens een recent debat over de formatie. Ze beschrijft het gedrag van Jezilgos als irritant en vergelijkt het met dat van een kleuter, wat haar vertrouwen in de politiek verder doet afnemen. Andere gasten, waaronder politiek verslaggever Leendert Beekman, delen de verbazing over Jezilgos' non-verbale communicatie en het gebrek aan toenadering tussen de formerende partijen. Het artikel eindigt met een kritische noot over het onderwerp gezinshereniging en vraagt zich af of Dylan Jezilgos wellicht een wolf in schaapskleren is met haar vermeende connectie met de PVV.